Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neco Ship Supply. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag hebben wij hier aan tafel Sjoerd Mossoe van het Algemeen Dagblad, Dennis van Eersel en Harry van der Laan. Zo meteen proberen we wat in de stemming te komen voor de wedstrijd van komende woensdag tussen Celtic en Feyenoord in de Champions League. Dat doen we onder meer met een stukje prettig historisch besef. Maar Sjoerd, toen je vanochtend de krant, jouw krant, opensloeg, bleek we zijn af van het bekertjesprobleem. Is dat zo? Voorlopig. Voorlopig. Ja. Nou ja, ik ben altijd wel voorstander geweest van de maatregel op zichzelf. Ik vond alleen het protocol af en toe totaal uit de bocht vliegen. En daar ben ik nog steeds wel een beetje beducht voor. Want er zit nog steeds het gevaar in, dat je zoals bij Ajax Feyenoord, dat je bewust een wedstrijd kan laten staken. Hè, als je een ultragroep bent of een harde kern bent of hoe ze dat ook noemen. Dus dat is één. En ik ben nog steeds voor een beetje gezond verstand dat als je uit bij, weet ik veel wat, MVV speelt en er waait ergens een plastic beetje ergens in een hoek buiten het gebied van waar die spelers ook maar zijn, lekker doorvoetballen. Ja, maar kun je wel stellen dat de maatregelen, of ze nou te streng zijn of niet, wel geholpen hebben? Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, sowieso ten opzichte van hoe de oude situatie was. Ja. Ja. En dan is de vraag, Dennis, zou het dan kunnen zijn, als dit inderdaad nu wat begint te werken, dat dadelijk, ik noem maar wat, in de tweede seizoenshelft die vervelende netten uit de Kuip kunnen worden verwijderd? Nou, ik denk dat Feyenoord dat pas doet op het moment dat dat protocol waar Sjoerd het over heeft, dat dat wordt aangepast. Feyenoord wil het risico niet nemen dat de wedstrijden worden stilgelegd of eventueel gestaakt en alle imagoschade die dat weer met zich meebrengt. Dus zolang die regels er zijn zoals ze er zijn, verwacht ik niet dat die netten snel weggaan. Het is wel vervelend televisie kijken af en toe, hè, met die netten. Ja, ja. Lekker naar de radio luisteren. Sjoerd zegt gezond verstand. Gezond verstand, daar draait het altijd al om. Hè? Ook in het maken van regels en ook in de beslissingen van scheidsrechters. Dus in het wel gezond verstand, daar draait het allemaal om. Nou, als we dan toch over arbitragezaken hebben. Eerst maar even Sparta. Ja. Zo meteen over Feyenoord natuurlijk tegen Celtic. Nou, Sparta, op bezoek bij Ajax, ja. Had het na die 2-1, toen ze die 2-1 maakten, niet gewoon veel meer ingezeten voor Jazeker. Sparta? Maar het begint wel met zo'n eerste helft, hè, waarin je eigenlijk de wedstrijd volledig... Ik vind dat Sparta dat trouwens toch veel te veel doet dit jaar. Dat ze slap, of niet slap beginnen, maar defensief, georganiseerd. Je weet wel, een beetje kat uit de boom kijken, rustig, niet te veel gekke dingen doen. Zo begint Sparta bijna al zijn wedstrijden tegenwoordig. Vind ik heel onaantrekkelijk om naar te kijken. Maar het heeft ook negatieve gevolgen soms. En dat was ze tegen Ajax. Die hadden gewoon met 4-0 voor kunnen staan met de rust. En had Sparta helemaal niks meer te vertellen gehad. Nu bleef het 2-0, oké. Okay. En dan tweede helft zie je wel een Sparta die wel gaat voetballen, die wel gaat meedoen. Veel balbezit. Die wel initiatief neemt, ook van achteruit. En dan zie je een heel ander Sparta, een leuk Sparta. Een goed Sparta. Maar waarom zetten dat niet echt door? Nou ja, zij lopen ook nog wel hinderlijk in de weg natuurlijk bij Ajax. En toch het is wel niet zo dat je zomaar even een paar kansen creëert uit bij Ajax. Maar de eerste kans was wel voor Sparta, ja, niet voor Ajax. Vlak voor die 1-0 kreeg Sparta nog een kopkans. Ja, wel, nee, maar het gaat mij altijd om de intentie. Hè. Hoe ga je een wedstrijd beginnen? Hoe wil je spelen? En dat valt mij bij Sparta op, vooral dit seizoen. Dat er in de eerste helft vaak niet zo goed gevoetbald wordt. En dat je zit te wachten van, joh, wanneer gaat het nou eindelijk eens beginnen? En dat was bij Ajax weer een perfect voorbeeld. En dan kom je uiteindelijk nog slecht weg. Hè, want je had hem ook in de tweede helft nog wel gelijk kunnen spelen. En er waren wat incidenten ook in de wedstrijd. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst even die 1-0 van Brobby. Mag Vriends zich dat nou aanrekenen? Nou ja, hij vond het zelf van niet, hè? Nee. Hij vond het zelf ook wel een lastige vraag eigenlijk. Nou ja, omdat hij zei eigenlijk op dit vlak is Brobby, vond ik een beetje overdreven, de beste van Europa. Dat lijkt me een beetje over de top. Maar hij is daar natuurlijk goed in. Het is heel lastig verdedigen. In specifiek die situatie met het lichaam van Brobby. De theorie is dat je er vol moet komen, maar dat gaat bijna niet. Het is niet af te stoppen? Nee, ik vond het niet echt een verdedigersfout. Nee, wat het ook is, kijk, als het buiten de 16 is, dan kan je ietsje ruimte hebben met een spits. Maar als het in de 5 meter is zo'n beetje, dan zit je er bovenop. En dan kan hij dat sterke lijf, want dat heeft die gozer, dan kan hij dat gebruiken, hij heeft zijn armen gebruikt. En dat was eigenlijk technisch heel goed wat Brobby deed. Hij zette het blok zo neer dat Vriends geen kant meer op kon. En hij maakte hem ook nog netjes af. Dan is het 1-0 en vervolgens wordt het 2-0 door een strafschop. Was het er een? Ja. Ik vond het wel, ja, het is heel frustrerend voor een keeper in zo'n situatie, want je kunt eigenlijk bijna niks anders doen dan wat hij deed. Hij raakte de voeten van de tegenstander, ja, dus niet heel hard. Maar nee, maar als je zo uit je goal komt, dan is het bijna onvermijdelijk dat je af en toe in dit soort situaties komt. Maar ik denk altijd maar, wordt zo'n overtreding op het middenveld gemaakt, dan is het ook gewoon een overtreding. En dan is het nu ook een penalty. Ik twijfel wel als hij hem niet geeft,
of de VAR hiervoor dan de scheidsrechter naar de kant roept. Maar je kan ook niet zeggen dat er geen contact is. Dus de VAR gaat ook nooit zeggen, ja, dit is een fout. Dus ja, dan... Even luisteren naar de trainer van Sparta, Jeroen Rijsdijk, over dat strafschopmoment. Ik heb die strafschop nu een stuk of 6 keer teruggezien. Ja, ik vind hem gewoon heel gemakkelijk gegeven. Dus ik vind het gewoon een goedkope penalty. En de scheidsrechter is bepalend. Dus als hij bepaalt het is een penalty, dan is het een penalty. Dat moeten wij accepteren. Alleen, ja, ik vind het wel gemakkelijk gegeven. Ik vind dat Brobbey op het laatste moment tegen Nick aanloopt. Terwijl er gezegd wordt, ja, Nick komt wel wild uit. Nou, ik vind het alles wel behalve meevallen. Dus Nick ligt daar al op de grond. En hij tikt die bal er langs. De bal gaat 3 meter naast. En hij valt over de voeten van Nick heen. Dus ik vind het gemakkelijk. Tuurlijk heeft Ajax ook een aantal kansen gehad. Maar die hebben wij ook gehad. Ja, maar ja, wel een cruciaal moment. Maar ik vind dat hij het wel goed uitlegt. Want het is inderdaad, de situatie is eigenlijk al voorbij. En daarna glij je nog een beetje door op een keeper. Niet, of op de spits. Nog niet eens heel hard, maar wel, hij raakt hem wel. En dan wordt er inderdaad makkelijk die strafschop gewezen. Maar ik heb heel veel makkelijke strafschoppen gezien dit weekend weer. Dat is echt niet te geloven hoeveel strafschoppen er geven. Alleen al aan hensballen en zo. Dat is bij echt... Excelsior bijvoorbeeld, ja, hè, met ja, de Hormans. En dan zeggen ze altijd, ja, waar moet hij zijn armen dan laten? Als iemand zich er met heel zijn hebben en houden ervoor gooit. En dat verwacht je als trainer van je speler. Dat hij niet zomaar iemand laat schieten, maar dat je echt jezelf ervoor gooit. En hij zit nog helemaal weggedraaid ook. En iemand schiet een bal tegen je elleboog. Ja, maar is dat dan een strafschop? Dan kom je echt bij zeg maar, het grote spelregelboek van de FIFA. Strafschoppen zijn heel vaak... uit verhouding zwaar gestraft. Heel vaak. Ja. Je zou eigenlijk veel vaker indirecte vrije trappen in het 16 meter gebied moeten geven. Dan moet je heel de regelgeving omgooien. Gaat ook niet gebeuren. Nou, het probleem dat de regels gemaakt worden door scheidsrechters en niet door voetballers. En dan zie je vaak het verschil. Want een voetballer zal altijd zeggen van nou, dat vindt voor mij geen strafschop en dat is te zwaar. En een scheidsrechter die ziet van nou, hij raakt zijn elleboog of zijn handen zitten niet langs zijn lijf. Ja. Maar als iemand een bal, ik zag ook nog bij een wedstrijd NEC of ik weet het niet meer. Iemand schoot een bal recht tegen iemand zijn gezicht en die doet dan zo. En dan schiet hij hem tegen die hand. Nou, het was net geen strafschop. Het was net op de 16 en daardoor werd hij er buiten gelegd. Maar dat is toch gewoon gezichtsbescherming? Als iemand van 3 meter een bal recht in je riegel schiet, dan moet je toch even je handen omhoog kunnen doen. Kan het moeilijk zijn. Maar ja, als het voetbal bestaat, is er discussie over wat is nou hand en wat is geen hand en wanneer is het nou wel dan een strafschop en niet. Hè? Gaan we daar ooit uitkomen? Bij hand sowieso niet, want dat krijg je nooit opgelost als je je daarin gaat verdiepen. Ook hoe dat in de regels is vastgelegd, hoe dat in de loop der jaren is aangepast. Er is geen perfecte oplossing voor. Nee. Maar volgens mij worden er wel veel meer strafschoppen gegeven dan vroeger. Ik denk, en ook veel meer rode kaarten. Nou, als we dan nu toch even de VAR aan het spelen zijn. En dan ga ik weer terug naar Ajax-Sparta. Trapte Hato niet na? Ja, natuurlijk. Dus, en daar hoort een VAR. Ik ben niet zo fan van de VAR. Ik vind buitenspel en doellijntechnologie vind ik eigenlijk het enige. En hele rare momenten van rode kaarten, dat daar ook een VAR heeft. Dit is gewoon natrappen in de 16. Het is onbegrijpelijk zelfs waarom hij dat deed. Er was helemaal niets aan de hand. En hij schopt na. En dan moet de VAR gewoon even aan de scheidsrechter melden. Want ik kan me voorstellen dat de 20 man in de 16, dat je niet alles ziet als scheidsrechter. Maar dat zijn momenten dat er even ingegrepen moet worden. Natuurlijk. Ja, was na een uur spelen bij Verschuren. Goed, dat ging niet door. Negli maakte uiteindelijk een geweldige goal. Dat was het 2-1. Is hij stapjes aan het zetten? Dat is dan makkelijk gezegd op basis van dit doelpunt. Natuurlijk, ik vind het nog heel erg wisselend wat hij laat zien. De ene 2 goals nu, 0 assist. Ja, en zeker als je bedenkt dat Sparta er voor Sparta begrippen best nog wel een serieuze transfersom voor heeft neergeteld, dan gaat het verwachtingspatroon wat omhoog. Maar Dennis, sorry, ik onderbreek. Hij is ook vooral gehaald dadelijk als nummer 10. En dan moet het nu op de vleugels laten zien. Hè? Ja, als Verschuren een keer zou gaan vertrekken. Als Verschuren een keer weggaat. En daar wordt natuurlijk op geanticipeerd dat die kans behoorlijk realistisch is. Dus daarom geeft Sparta hem ook de tijd. En hoeft hij er nu niet al direct te staan. Maar toch, als hij dan toch al speelt met wat ik net zeg, de transfersom, dan is het toch niet heel gek. Dat je wel al iets meer verwachtingen hebt dan die hij heeft waargemaakt voor mij in ieder geval. Hoe bevalt hij jou? Nou, het gaat mij, zeker als je gewoon een goed draaiend elftal hebt, hè, dan moet het toch wat makkelijker zijn voor buitenspelers ook. Om iets meer te brengen dan 2 goals en een assist natuurlijk. Nee, 0 zelfs. Of, nou ja, maar dat je als je in die onderste, hè, als je in die positie zit van Vitesse zat en Volendam en Utrecht, weet je dat het echt moeilijk gaat en het elftal loopt stroef en de resultaten zijn slecht, dan is het wel eens moeilijk, vooral voorin, om tot goede prestaties te komen. Maar als je een elftal hebt wat goed staat, de organisatie is perfect, dan moet er veel meer, moet je veel meer brengen. Klaar. Ja. Oké. Mike Eerthuizen die maakte een naam. Hoeveel maanden? Maand of 4 is een rentree. Heeft even geduurd.
Overigens, hij speelde niet als centrale verdediger. Hè? Werd als spits nog even ingezet. Ja, ja, lengte natuurlijk. Tuurlijk, ja. Maar gaat hij Thijs Veldhuis lastig maken als centrale verdediger? Nou, dat gaat nog wel een ei worden dat gelegd moet worden in de winterstop sowieso. Hè? Alleen omdat we nog maar één wedstrijd en een bekerpotje te gaan hebben. Maar Veldhuis heeft geen enkele reden gegeven om uit die ploeg gehaald te worden. Hij maakt een hele stabiele indruk. Had een grote degelijke kans ook in de verdediger. Maar Veldhuis speelde eigenlijk hetzelfde zoals Eerthuizen vorig seizoen speelde. Hè? Dus heel degelijk, krachtig, kopsterk, noem al die dingen. Maar ze hebben een beetje dezelfde kwaliteiten. Ze lijken een beetje op elkaar wat dat betreft. En dan is het toch moeilijk om die eruit te spelen. Vooral omdat er geen enkele reden is om hem eruit te halen. Nee. Nou, als die nou nog blundertjes maken, foutjes daar links en rechts. Dan is het voor een trainer toch wat makkelijk om te zeggen, nou, ik breng hem wat eerder. Enorme verrassing. Die Veldhuis. Ik heb me vorig jaar bij NAC gezien. Eerste divisie kwam hij op de bank. Heel terecht. Was ook helemaal geen discussie over. Was heel logisch dat hij op de bank terecht kwam. Dus bij een eerste divisieploeg. Gaat naar de Eredivisie naar Sparta en doet het daar zo goed. Helpt wel enorm dat hij daar natuurlijk een routine naast zich heeft. Dat heeft hem enorm geholpen, denk ik. Maar gold ook voor Eerthuizen natuurlijk, voor het seizoen. Ja. Maar boven verwachting, echt knap. Ja, zeker knap. Al nog even luisteren naar Rijsdijk over wat er dan uiteindelijk toch aan schortte zaterdag bij Sparta. Ik vind dat we vandaag ook meer hadden moeten scoren. Maar dat is wel een euvel dit seizoen. Ik vind dat we gewoon te weinig scoren, terwijl we wel de kansen krijgen. Dus het gaat over effectief zijn in die 16. Maar als je puur kijkt naar hoe we daar komen. Ik denk dat veel mensen van ons verwachten dat wij de lange bal spelen op Tobias en dan de tweede bal winnen. Maar ik denk dat we vandaag ook bij Vlagen heel goed hebben aangevallen. Via de flanken, over de grond, kantwissels. Ik denk dat Ajax ook geen grip had op ons in de tweede helft. En ja, dat verdient een groot compliment aan mijn ploeg. Maar wel een nederlaag. Nog één ding even over Sparta, Sjoerd. Oh, jij wil wat zeggen? Nou, kijk, Lauritsen, hè, dat is natuurlijk vorig jaar een topseizoen. Hè? Maar toen maakte hij 12 doelpunten. Dat zijn geen cijfers waar je van achterover slaat natuurlijk, hè, in de Nederlandse Eredivisie. Als je een topseizoen draait als spits, dan moet je zo tussen de 15 en 20 goals moet je eigenlijk wel minimaal maken. En als je naar zijn verleden kijkt, is het ook geen speler die echt heel veel goals heeft gemaakt in zijn carrière. Bij één club heeft hij het goed gedaan. Een ODB of ik weet niet hoe hij dat uitspreekt. Iemand die club uit Noorwegen waar hij vandaan komt. Daar heeft hij één aardig seizoen ooit gedraaid. Van meer dan 20 goals of zo. Of iets in de buurt. Maar voor de rest is het gewoon een jongen van tussen de 5 en 10 goals eigenlijk. Maar wel een heel belangrijke aanspraak. Dat gaat niet om. Maar hij verwacht meer goals. Maar je hebt wel een spits die toch een beperking heeft op dat gebied. Maar in andere opzichten weer wel belangrijk is voor het elftal. Oké, ik wilde nog één ding behandelen als het gaat om Sparta. En dan richt ik me even tot de voetbalshirt-fetischist aan tafel. Modepolitie. Modepolitie, je hebt affiniteit met mooie shirts. Het paarse van Sparta, Sjoerd. Ja, ik zit er even naar te kijken. Ik vond het wel mooi. Eigenlijk, ook met die kraag erbij. Fiorentina een beetje. En ja, dat heet toch. Ja. Het had ietsje donkerder paars mogen zijn nog. Niet het antwoord dat je wilde horen, hè, Bart? Ik sta er compleet neutraal in, zoals altijd. Maar hij heeft er echt verstand van. Ik heb helemaal niks met paars. Ik vind het wel wat hebben. Ik vind Anderlecht en Fiorentina ook heel mooi. Dus dan kan dit ook. Oké. overigens, wij waren natuurlijk voorafgaand aan dit seizoen ook wel benieuwd hoe een voormalig trainer van Sparta het bij Ajax zou gaan doen. Maurice Stijn. Ja. Hoe zou hij nu kijken naar Ajax? Dat zou je hem zelf moeten vragen. Maar wat denk jij? Ja, dat doet natuurlijk een beetje pijn bij trainers. Dat lijkt me nogal wie dus. Als het daarna opeens begint te lopen, dan is dat niet wat je wil. Van 18 naar 5 gestegen. Ja, dat zegt wel iets. Natuurlijk. Over de trainer Maurice Stijn? Ja, en ook over hoe het ging. De combinatie trainer Maurice Stijn met de club Ajax was in ieder geval geen goede combinatie. En dat wil niet zeggen dat hij niet zou kunnen functioneren bij een club van het kaliber Sparta, VVV, noem ze maar op. Het is maar net hoe het past. Maar dit was een beetje te groot voor hem. Maar hadden ze niet met Stijn ook van Vitesse en Volendam en zo gewoon op Ajax wordt toch hoe dan ook minimaal vijfde. Ja, maar het gaat even toch ook over het niveau dat je haalt. Het was toch werkelijk dramatisch. En dan werd er op een gegeven moment van gemaakt dat het niveau Excelsior was. Qua spelersmateriaal, een onzin. Ja, Ajax heeft gewoon goede spelers. Dus als je gewoon de normale dingen doet en je voetbalt op een normale manier, dan sta je nooit 18e. Nooit. Nou, het is eigenlijk, hij is niet goed begonnen. Hè? Dat is, Van der Grijp zegt dat ook altijd. Hè? Je moet goed beginnen. Ook als speler moet je goed beginnen. Maar als trainer is dat niet anders. En als dat dan niet gebeurt,
dan kom je echt in zo'n negatieve spiraal terecht. Met één, en bij een grote club knalt iedereen erop natuurlijk. Hè. Alle media, maakt allemaal niet uit waar je vandaan. Internationaal Nederland. Alles en dan wordt de druk zo groot. En de spelers zijn zo ontevreden. Doordat je sneller gaat wisselen. Je gaat sneller ingrijpen en zo. En dan wordt het één grote duiventil. En uiteindelijk is het vertrouwen dan weg bij de meeste spelers. En zeker bij de belangrijke spelers. Zie je het vertrouwen weg. En die worden ook kritisch in de kleedkamer. Waar je zelf meestal niet bij bent als coach. En dan gaat het helemaal fout. Dan gaat het echt helemaal fout. Oké. Goed, Sparta krijgt het komend week in de FC Twente op bezoek. Dat afgelopen vrijdag won van Excelsior. Ondanks dat Excelsior zo onwijs goed begon. Ja. Ja, maar ja, dan komt er natuurlijk een dwaze tackle. Ik noem het maar een dwaze tackle. De rode kaart voor Sagré. Was het een terechte rode kaart? Natuurlijk. Hij gaat erin als... En waarom nou? Begrijp me niet. Ik weet wel waarom. Omdat het vlakbij de dugout is van de coach. Die staat daar tegenwoordig. Staan die coach allemaal langs de lijn. Dus dat helpt ook. Hij gaf zelf aan dat hij zijn tegenstander niet had zien aankomen. Dat wilde ik net zeggen. Ik wil net zeggen, toch had hij een beetje pech. Daar ben ik echt van overtuigd. Hij kijkt op een gegeven moment ook de andere kant op. Dat zie je in een van die herhalingen. En dat maakt het niet minder een rode kaart. Hè? Dat het duidelijk is. Dit is gewoon een rode kaart. Er is geen discussie over. Maar die intentie, daar geloof ik hem wel in. Hij zit eigenlijk in zijn dode hoek, die speler. Dus hij maakt een soort onbeholpen tackle. Want dat was onbesuist, het. Ja. Maar het feit dat hij de tegenstander zo vol raakt, dat was wel pech. Jawel, maar het is wel weer vlak in de buurt van een coach. Ik zie dat heel vaak voor die dugouts. Als je ziet hoe spelers dan een duel aangaan, gaat twee keer zo hard als het altijd op een andere kant van het veld. Dus willen ze hun inzet tonen aan zo'n coach. Kijk, mij er eens invliegen. Ja, ik ga door het vuur voor je, bij wijze van spreken. Die mentaliteit. Ik heb het al 1000 keer meegemaakt op het veld. Terwijl die Sagré maakt een zeer kundige indruk eigenlijk deze eerste seizoen. Dus je wil eigenlijk zeggen, Harry, dat aan het is de schuld aan de coach. Van de dugouts vallen meer daar worden meer. Ja, daar vallen de meeste gele kaarten. Het lag aan de grondvesten. Daar kan je gewoon, ik ben tegen statistieken, maar dat statistiekje ben ik heel erg benieuwd naar. Maar hoeveel kaarten er in een cirkel rondom die dugouts vallen. Dat is niet normaal, want iedereen bemoeit zich er dan ook mee. Voor het artikel dit, hè? Ik vind het een mooie theorie. Het is echt zo. Ja. Maar je punt was naar 2-0. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb ook wel eens wat harder een duel aangegaan. Toen ik in het begin van mijn carrière en die trainer stond daar. En hoewel, die zaten toen nog. Maar je wilde toch even laten zien van kijk eens. Dat had je ook als maar dat was geen kopduel. Nee, maar hetzelfde als een groot speler bij een training langs de lijn staat te kijken. Wim van Aardigen, kom even bij de training kijken. Dan ga je ook anders trainen dan dat hij er niet is. Dat is echt zo. Dan wil je toch even laten zien, kijk, ik kan ook goed voetballen, je weet wel. Maar terug naar, het was dus het kantelmoment. Want het stond 2-0 voor Excelsior. Sterker nog, je zat misschien wel op de 0-3 te wachten. Ja. Nee, en dan alles zat tegen daarna. Je hebt die rode kaart natuurlijk en wat onnodig is. En dan ook nog in de blessuretijd, vlak voor rust, de aansluitingstreffen. En dan weet je, dit gaan we niet redden. Ja. Als die dat niet gewacht, dan had je nog in de rust misschien het een en ander. Hè, en dan een tegenstander nog een beetje de eerste kwartier doorkomen en zo. Je kan dan een beetje daarop in gaan spelen. Maar toen die aansluitingstreffen kwam, dan weet je, Twente kan ook aardig voetballen. Hebben scorend vermogen en dan wordt het toch wel heel lastig. En dat bleek ook aan het eind van de rit. Zal Troy Parrott voorlopig de eerste spits blijven van Excelsior? Dat lijkt me wel, ja. Die heeft sowieso ook bij zijn invalbeurten laten zien. Ik vind hem gewoon qua voetballend vermogen beter dan Agrafiotis. Dus het was een kwestie van tijd dat hij erin kwam. En nu hij erin staat, nou, hij pakt zijn goals mee. Dit was ook gewoon weer een hele knappe kou. Een hele knappe goal, hè? Ja, ik had niet verwacht eruit. Want in het begin, de eerste 2-3 wedstrijden, toen zag ik het nog niet zo, hoor, bij hem. Maar hij is pas de laatste wedstrijden zie je echt dat hij loskomt en dat het vertrouwen er is. En dan maakt hij ook zijn goals. En is dat dan ook het recept zoals ze al tegen Twente spelen, hè, met 5 man achterop en dan Parrott in de diepte gebruiken? Toch voor punten moeten gaan zorgen? Ik geloof dat nooit zo in 5, 4 verdeling. Dat geloof ik allemaal wel. Hebben zijn trainers ook wel aangesteld. Dat hangt van je tegenstander af. Hè? Ja. Want als de tegenstander met 5 spitsen speelt, dan heb jij er 6 achterin. En als de tegenstander met 1 spits speelt, heb je er 2 nodig of 3 nodig. Dat is, weet je wel, daar hangt het allemaal vanaf. Maar je kan, dat is de basisopstelling. Zo begin je in de wedstrijd. En daarna gaat het echt beginnen hoe je gaat spelen. Of je meer mensen aan de zijkant moet hebben. Of meer mensen in het centraal. Weet je wel, de wedstrijd bepaalt dat eigenlijk. De opstelling. Nu 12e. Het is toch maar 3 puntjes van plek 16. Ja, daar moet je niet over zeuren, toch? Nee? Dat is toch... Nee, joh. Excelsior, het is al ongelooflijk knap dat ze staan waar ze staan. En volgens mij heb ik ze in die VI-lijst ook ergens onderin gezet, eerlijk gezegd. Ja, maar de heer H. van der Laan,
Ja. Ik weet niet of hij al opgevallen is, maar hij zit vandaag aan tafel. Heeft echt al een aantal weken geroepen. Excelsior? Twee vingers in de neus. Twee vingers in de neus, linker rijtje. Oh nee, nou linker rijtje lijkt me een beetje overdreven. Dat is ook een beetje overdreven. Nou een mindere maar ze gaan zich op zich wel veilig spelen, want er zijn gewoon een paar elftallen zijn wezenlijk minder. Dus ik vind het echt super knap en je moet je helemaal geen zorgen maken over waar je nu staat. Want het is meer dan voldoende. Komt goed gewoon, Harry? Ik vind wel dat ze aanstaande weekend even een cruciale pot hebben. Go Eagles. Ja, die moet eigenlijk gewonnen worden. Je mag hem zeker niet verliezen. Gelijkspel, oké, kan tegen Go Ahead. Maar eigenlijk moet je hem winnen, want de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen of in het nieuwe jaar is PSV uit. Dus dat is een vaste nederlaag. En dan blijf je maar in die negatief, want ze hebben natuurlijk al 7-8 wedstrijden niet gewonnen. 8 wedstrijden op rij niet gewonnen. Dus je hebt even, dit moet even doorbroken worden. Komend weekend cruciaal. Oké. Heb je zin in Celtic Feyenoord? Altijd leuk natuurlijk. Hè? Vooral, je had het al voor en aan het begin van de uitzending gezet natuurlijk. Een enorme historie heeft die wedstrijd. En ik vind het wel altijd, ik vind zo'n kut uitdrukking, een mooi affiche. Let even op je woordgebruik. Het is een vervelende uitdrukking, ja. Hè? Mooi affiche. Maar het is ook een wedstrijd, hè, waar je kansen hebt. Hè? Celtic, minstens gelijkwaardig. Feyenoord iets beter, denk ik. Maar Feyenoord zit natuurlijk wel even in een iets mindere periode. Ja. Al zegt Slot van niet. Maar het is natuurlijk, de cijfers wijzen uit dat het even wat minder is. En dan is zo'n wedstrijd een beetje gelijkwaardig. Twee gelijkwaardige tegenstanders. En dat kan wel een mooie pot worden. En is het belangrijkste voor Feyenoord die 2,7 miljoen euro op te strijken? 2,8 is het, geloof ik zelfs. Elk tonnetje telt mee in de Kuip nog steeds. Het geeft wel aan dat Slot dat al een paar keer intern ook heeft gehoord. Hè? Dat alleen daarom al fijn dat daar goed voor de dag moet komen. Dat geld is nog steeds nodig. Het gaat ook om hoe verlaat je dat toernooi. Hè? Het gaat sowieso alleen maar met complimenten zijn. Maar kun je echt nog een beetje met opgeven over met 9 punten. Wat gewoon een prima aantal is. Waarbij het dan ook net heeft tegengezeten het toernooi verlaten. Ik weet niet of het zo makkelijk wordt zoals Harry zegt. Want Celtic thuis tegen Atletico. Ik zeg niet makkelijk. Het is een gelijkwaardige pot gaat het worden. En dat bedoel ik eigenlijk meer. Want zij gaan echt op de brommer. Hè? Hun laatste wedstrijd ook in de Champions League. En dat is echt een tempo wordt daar gedraaid. Dat kunnen ze bij Celtic. Ze hebben niet verloren, hè? Nee, thuis in deze poolfase. Daarom wordt het echt een hele pittige pot. Maar als Feyenoord een beetje leep, moeten ze daar toch wel... En Sjoerd, hoe sfeervol gaat dat normaal, zo sfeervol Celtic Park, nu woensdag zijn? Nu er sportief gezien niet zo gek veel op het spel staat. Nee, dat is wel jammer, want het is een historisch... affiche. Mooi affiche. Ja, maar dat is er natuurlijk een beetje vanaf. Het is niet een wedstrijd die echt toch heel erg ergens om gaat. Dat maakt het natuurlijk wel anders. En dat is voor Celtic ook zo. Die zijn al uitgeschakeld. Dus dat is gewoon jammer. Daar kun je niet omheen. Het kan wel een interessante wedstrijd worden. En ik ben het helemaal met Dennis eens. Kijk, als je 9 punten haalt, dan heb je het ook wezenlijk beter gedaan dan, 5 jaar geleden? 2017, ja, 6 jaar. Toen ging je de kansloze uit. Dan pakte je nog aan het einde wat puntjes toen het al gespeeld was. Dat was natuurlijk een kansloze missie. Ja. En nu heb je je echt wel laten zien. Je hebt in ieder geval goed meegedaan. Dan horen er ook 9 punten. Je hebt indruk gemaakt. Ja, maar dan horen er ook 9 punten bij. Ja. En dan kan je denken van ja, wat maakt het uit? 9 of 6 punten. Maar daarmee laat je wel zien dat je veel verder bent dan toen. Ja. Hoeveel Feyenoorders gaan er allemaal wel niet mee? Duizenden gaan er die kant op. Naast dat uitvak zit normaal gesproken ook wel jammer. Want je kan ook nog zeggen de sfeer op Celtic Park. Weet je, daar keek ik bij de loting ook naar uit. Maar de harde kern van Celtic mag niet bij deze wedstrijd zijn vanwege een straf. En die zit altijd naast dat uitvak. Ja, een wedstrijd in Engeland, ik vind het altijd wel tof. Ook die sfeer in die stad. Er gaan er dus duizenden heen. Maar ik denk terug aan het bezoek aan Rangers. De 2 bezoeken aan Manchester, ook rondom de kerstperiode. Hoe leuk dat was ook in die steden. Dus nou ja, die verhalen gaan we in ieder geval ook komende week gewoon optekenen. Ja, en jongens die normaal gesproken een beetje aanhikken tegen de basis bij Feyenoord. Gaan die nu een kans krijgen, denk je? Ik denk alleen maar dat Slot dat doet. Het wisselen als spelers eventuele pijntjes hebben of niet helemaal fit zijn met oog ook op Heracles uit. Hij kijkt vaak niet over wedstrijden heen. Ik zou het niet onlogisch vinden als hij dat deze keer wel met dit in het achterhoofd doet. Het is wel jammer hè, dat gezoek naar de juiste buitenspelers, zeg maar, hè, dat is dat hele seizoen al. Dat is echt jammer, want als dat gewoon een beetje duidelijk is van dat is mijn rechtsbuiten, dat is mijn linksbuiten. En als er wat is, dan valt die er. Weet je wel, dat er een soort structuur in zit. Dan is dat gewoon prettiger voor het elftal. Je krijgt ook wat vastigheid in voorin. Het is voor de spits heel belangrijk eigenlijk dat hij weet wat er gebeurt om hem heen. Dus wat dat betreft is dat tegenvallend geweest hoor, de afgelopen maanden. Celtic tegen Feyenoord. Een affiche. Mooi affiche. Maar vooral een die voor altijd verbonden zal zijn met die dag dat Feyenoord als eerste Nederlandse club ooit de Europa Cup 1 won. Op 6 mei 1970. En ook in Glasgow zijn ze dat niet vergeten. Dit
schop voor Celtic. Achter de bal Bobby Murdoch, nummer 4. Een klein tikje naar achter en Gamble! En het scoort! Oh, dat is jammer! May 6, 1970. Right. Celtic were very, very strong there, dominant. Yeah. Aye, very dominant. Yeah, Celtic underestimated it. If you know who deserved the one. En de man die neemt Haziel. Weggekopt McNeil. Ingekopt van Hanegem. En via de paal. I remember we were favourites and everybody thought we'd have a good chance of winning. But on the night Feyenoord played really well. Bij schop is wel. Het doet voor Koede. Het moet een penalty zijn. Het is een goal. Hij laat doorspelen. En natuurlijk zeer terecht. En Schietvol scoort. Schietvol scoort. Het wordt op de schouders nu weggedragen. Een geweldige handbal. When Kindball scored the winning goal, that's the worst memory. You know, the bogging at the net and realizing there was only about 2 minutes to go. And we thought this could be the worst result ever, you know. There's a wee story about me out over Kendall after that. We played them over there in a friendly. Mm-hmm. And he took my jersey, my V-neck jersey. He says he'll keep it as a souvenir. Oh. I tell him I want it back. So they played very well that night. Van Hanegem was unbelievable that night. He was a great player. And he proved that he's one of the top players in the world at that time. Yeah, and now kijk op. Feyenoord de heren aan banden kan houden. When you're playing European Cup final, you can't be soft. You got to be hard. I don't think it was anything untoward. I think it was just that's how football was played. En hier beleven we met Feyenoord mooie momenten Nederlandse voetbalgeschiedenis. Lazarons, hij kan er niet over uit. En daar gaat de cup. Hoe is het mogelijk? Milaan is een beetje van Feyenoord. San Siro is op het ogenblik helemaal van ons. I think we went over twice to play them in friendlies. We were all retired, they were retired. We had a good night with them one night. They're good lads, you know, they're good pros and good players. We had a great night with them. Yeah. And I have to say it all the time, Van Hanegem. I think he was different class. To be fair, we went over to play in the two charity games. The boys were great, went out for meals, and it was just, they were great company to be in. Thoroughly enjoyed being with them. What kind of players were they? Very good players. Very, very good players. Stoll Rangels, yeah, Celtic should have won the game. Should have won the game. But they gave too much respect to Feyenoord. I wasn't there actually, but it does hurt. Of course it does. As you always expect to win these things, especially when you get to the finals. Second best, no good for anybody, especially Celtic. Right now, it's not possible anymore, right? A European Cup final, the Champions League final between Celtic and Feyenoord. You never know, you can never say no. Maybe someday, the big thing about Celtic winning it, all the players who played in that final 67 came within 15 miles of the stadium. And they all were local boys sort of thing. And I think that may happen again, hopefully. Ja, prachtig, hè? Leuk dat er een keer aandacht is voor die wedstrijd. Ik had er wel nooit van voor. Nee, maar kun je hier niet van genieten? Jij hebt altijd wel dat gevoel voor historisch besef. Nee, natuurlijk, is toch prachtig. Nee, ja, ik kijk er graag naar. Maar die finale van 1970, die kunnen we dromen inmiddels. Ja, maar vanuit Rotterdams perspectief. En dit was vanuit Celtic perspectief. Niet zo lof voor de reportage. Die overigens wel al oud is, hoor. Die komt uit ons eigen archief. Echt? We zijn nu niet speciaal even daarvoor naar Celtic Park gegaan. Sjoerd, in welk kamp zit jij nou eigenlijk? Jan Smit. Je wil iets anders vragen. Nee, ik heb even een ander kamp. Namelijk als je zo rond de winterstop of tijdens de winterstop 10 punten achter staat, is dat nog in te halen? Nee. Dat is, nou ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan de situatie en aan de competitie. Maar in deze competitie zie ik dat niet gebeuren. Gewoon omdat je hebt de top 4, top 5.
die zijn nog redelijk aan elkaar gewaagd. En je hebt daarachter gewoon best wel een groep die daar toch wel op grote achterstand staat. Dus ik zie, als je gewoon gaat zitten rekenen waar PSV in dit geval aan de punten moet gaan verspelen, dan is dat gewoon niet logisch. Om dat op dit moment te denken. Ja, het is... Nee, tegelijkertijd is het ook niet logisch om te denken dat een club met kerst kampioen is. Nee, dus... zeker niet. Maar nou ja, ze moeten dus in 4 wedstrijden, meer dan Feyenoord, moeten ze punten verspelen. Nou, Feyenoord wint ook niet alles. Nee. Dus zegt dat die nog in 6 wedstrijden punten verspelen. Nou, tel maar uit hoeveel wedstrijden PSV dan moet verliezen nog. Ja, dat zie ik gewoon niet gebeuren. Kan niet. Het kan eigenlijk niet. Als je gewoon de cijfers op een rijtje zet, dan is het gewoon onmogelijk nog om PSV in te halen. En vooral ook omdat het elftal het jarig staat. Hè. Het is niet zeg van nou, ze staan per ongeluk. Nee, ze winnen gewoon alles. En nog makkelijk ook bijna. Maar is voor het Feyenoord van nu tweede worden ook een hoofdprijs? Ja, zeker. Natuurlijk. Champions League. Wat wil je? Dat is een miljoenenbal. Daar moet je bij zitten. En je hebt nog steeds de mogelijkheid. Ajax kan dit seizoen ook niet meer daarbij komen. Maar je moet wel nog even met Twente en AZ afrekenen. En dat gaat ook nog niet zo makkelijk tot nu toe. Dus eerst afrekenen woensdag met Celtic. Ik antwoord een keiharde nee op de vraag. Tweede is geen hoofdprijs voor Feyenoord. Die jaren zijn echt ver achter Feyenoord liggen die. Kijk, Harry. Die krijg je nog even links en rechts om je oren van Dennis. Oh, ja. Wij sluiten het hier wel mee af. Sjoerd Mossoe, bedankt. Tot gauw weer. Dennis van Eersel, Harry van der Laan. Tot volgende week, geloof ik. Woensdag pakken wij natuurlijk wel uit met Celtic tegen Feyenoord. Hier bij Rijnmond op de radio te volgen. Vrijdag praten we er dan weer over na in FC Rijnmond. Graag tot dan. En een goede week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul. Automobielbedrijf P. Troost en Zonen. Frans Metz de Bedderij. En Neco Ship Supply.